Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een video van Caravan Kamperen dus. We zijn inmiddels al aangekomen in Friesland, in Heeg om precies te zijn, op camping Poelzicht. Helene is even aan het aanmelden. Het is een prachtig mooi weekendje. De temperatuur is 30 graden buiten dus. En we dachten, we gaan nu maar eens richting Friesland en een weekendje genieten. Dus mijn ouders zijn er ook met de camper. Die komen denk ik straks ook. Of die zijn er al, dat weet ik niet helemaal precies. Maar dat gaan we straks wel zien. Dus we staan mooi aan het water. We zijn hier al eens eerder geweest. Dus als jullie een aantal vlogs terugkijken, dan komen jullie deze camping ook tegen. Dus nou ja, wij vinden het een heerlijk plekje en komen hier dan ook graag. Weekendje is prima. Ik hoef er geen 2 weken te staan. We staan heerlijk aan het water, dus jongens kunnen straks een mooi bootje varen of zwemmen gelijk bij de caravan dus. Nou, en ik heb voor het eerst een fiets achterop staan op de caravan dus. En ik kan wel even met jullie naar de Dissel lopen. Daar heb ik nu dus ook een elektrische fiets voorop staan. En een mountainbike zoals jullie zien. En dat gaat eigenlijk heel goed. Hij rijdt eigenlijk lekker. Dat doet hij zo dus. Ik kan wat meer compenseren met aan de achterkant. Dus dan zit ik met mijn kogeldruk ook goed. Ja, het is bloedje heet. Ik laat de motor nog even lopen. Dan kan de olie en de turbo even wat afkoelen. Misschien een ouderwetse gedachte, maar ik doe het altijd nog even dus. Nou, nogmaals gezegd, leuk dat jullie kijken en we nemen jullie dit weekend mee. Het is hier goed nat geweest. Nou, Niels zal hem wel. Niels, ga maar iets vooruit. Hey, ik zit te kijken hier naar de buren en moest kijken, zo'n mooi ding. Ja, mooie camper, hè? Ja. Kom maar. Ik probeer de e-trailer op te starten, maar elke keer als je daarmee wil spelen, dan krijgt hij geen verbinding. En daar word ik een beetje moedeloos van. Het is een mooi systeem, als het werkt. Ah, ja, inderdaad, als het werkt. Kijk, ik sta nou bij het kastje. Wacht even, nou doet hij wat. De koelkasttemperatuur is in ieder geval al te hoog. En ik moet even kijken naar de waterpas. Hij moet van voren wat naar beneden. Zo, nou, ik weet niet of het te zien is met de schittering. Ik denk dat ik meer te zien ben. Oh, nou. Maar hij mag van de linkerkant eigenlijk ietsjes hoger op, maar ik geloof het wel. Hij zegt niet gefeliciteerd, u staat waterpas. Maar ik kan er voor de mooierheid wat onder doen. Moet ik dat doen? Als het niks is, bespaar je de moeite. 0,9 centimeter, 9 millimeter. 9 millimeter? Ja. Dat is toch een centimeter? Ja. Dus dat is best veel, toch? Nou, weet ik niet. Het maakt mij niet uit. Ik denk dat het meevalt. Nou, dan doe ik het lekker niet. En anders kun je hem nog even weer omhoog doen en er wat onder doen. Precies. Toch? We gaan stempelen. Wat een fantastisch uitzicht, hè. Heerlijk hier. Ik hoop eigenlijk dat ze hier geen gras gaan maaien. Nee, dat hoop ik ook. Want dan stap je toch allemaal zo weer naar binnen heen. Dus misschien moeten we heel snel de luifel uitklappen. Wel, nee. Oh, de achterpootjes staan al. Wat ben je weer vlug vandaag? Nou, hè. Maar je hoeft bijna niet te levelen, dus. Opa rijdt, zo te zien. Ja,
zelfs, ik ben weer te laat met ja, je kamer. Ja, ik ga eerst even de koelkast op, weer op 22 zetten. Jawel. Nou Daan, een nieuwe slinger. Een nieuwe tandwielkast erin. Nou, is dat nou beter? Hij draait wel mooier. Was het warm, hè? Zo, 3 liter zweet verder. Luifeltje uit. Koffie op. Het is heel benauwd warm. Kijk maar, ik heb daar dan gewoon last van. Dus ik ben altijd zeiknat van het zweet. Opa staat nog te ratelen met spanbandjes. Dus nou, de watertanks zijn gevuld. Stroom zit eraan. Koffie erop dus. Ik ga nog even een paar stormbandjes eraan maken. En nou, dan kunnen wij wel genieten van het weekendje dus. Ik zeg heerlijk, het is fantastisch mooi weer. Jongens gaan de boot nog opzetten denk ik, of niet? Nee. Nee. Nou, ik zal eens even een zwaai maken. Daar staat nog een mooie camper. Het veld is nog redelijk leeg. Zondag kwamen er heel veel aan, heb ik begrepen, dus. Nou, daar staan nog wel een caravan en een camper. En op het veld hierachter staat wel helemaal vol. En, maar goed, dat gaan we nog wel even zien. Zo, even erin, pekkie pekken. Ja, doe maar eens even. Ik ga ze toch voor de zekerheid even aandoen. Want ja, je weet het nooit. Dat gaat nog niet echt lukken. Zo, die erin. Zit die daar dan vast. Zo. Die eraan. Die daaraan. En dan gok ik hier zo'n beetje. En vast. Nou, daar gebeurt helemaal niks mee. Al die flappers kunnen er nog aan, maar zolang we geen wind hebben, is het niet nodig. Ah, doe maar dan, moet er geen hoop. Wat schaft de pot? De grilltjes die over zijn van gisteren. Ja. Er gaan nog wat peulen over. Oké. En we hebben hamburger. Oh, nou. Dus. Campingkost.
Geen patat. Ja, geen patat voor het eerst op een aankomstdag. Nou, dat mag ook wel in de krant, of niet, Daan? Jammer. De boot is inmiddels gereed. Zelfs de vlag hangt erin. Afgetankt, jawel. Dan gaan we eerst even eten. Toch? Denk ik. We hebben het gastel al even klaargezet. Gaspot open dus. Nou, we kunnen beginnen. Even naast. Dus, hé, Brand. En dan zal die het ook wel doen. Ja, wordt er binnen ook gekookt? Ja, zijn de buren al weg? Ja. Oké. Okay. Het is warm, hè? Nou. Ontzettend warm. Die geur stoeten, dat is opvallend. Maar we hebben heel veel aardappels. Ja, dat weet ik wel. Maar ik twist niet, broer zit er wel bij. Heel lekker broer met. Nou. Ik denk dat wel. Dus. Volgens mij is het bruin. Nou, jongens zijn de boot even in het water aan het doen. Dat kan nog net even voor het eten. Die is wel erg lekker. Dat is heel zoet, ik ruik het hier nog. Cola smaak. Ja. Nou ja, we hebben best wel veel aardappels, dus even verdeeld over twee pannen. Anders duurt het wel heel lang. Oh, je hebt het even. Oh, dat gaat hard, hè. Die gaan we even niet minder zetten. Opa is ook bezig met de gastel. Nou, we ook gekokereld. Binnen staan de pultjes te koken. Nou, bijna. Ja, nou, de airco mag straks wel aan. Ik vind het echt heel warm. Vanavond. Het is echt mega warm. Ja. Nou. Het zweet brengt me goed. Ja. Het is ook erg warm. Ja, het staat warm. Maar laten we het niet klagen, dat is beter dan regen. Ja, zo is het, zeker weten. Dus. Hebben we morgen nog wat op de planning staan? Geen idee, ik zie me wel. Of is het een relaxdag? Kan. Kunnen we zondag ook doen. Ja, Sneek is als ik morgen wat beter te pas ben. Sneek is niet zo heel ver fietsen. Misschien wel leuk om even heen te gaan. Ja. Nou, gaan we zien. Ik ga naar buiten. Het is hier veel te warm binnen. Ik moet trouwens ook naar de aardappels toe, want anders dan verbranden ze. Even kijken. Hoppakee. Mooi. Moment nou. Nou, heel dorstig. Ja. Het is al bloedje heet. Maar goed, alles beter dan regen, hè? Ha. Dus. Nou, meester zit achter de knopen. Daan die heeft al een dikke ijskool gekregen van oma. Opa. Opa. Ook goed. Goed. Dido. Nou, dat zit al. Op je zit vast. Nou, stuur nog even een foto vanaf het water. Jij gaat afwassen. Straat denk. Jij is hoog. Ik hoog? Je hebt het meeste gegeten dus. Oh. Hier zou jij even die zware joekel. Nou, ik wil die zware joekeloeres wel tillen. Dus. Die zware joekeloeres. Joekel, ja. Oeh, daar zit hem eraan. Ik hoor dat we het hier zo bij kunnen zetten. He? Ik hoor dat we het hier zo bij kunnen zetten. Kan. En dan is het klaar. Nou, dat is toch voor je vraag. Maar daar staan jullie dus in, hier niet. Waar heet het?
het water. Nou, we waren even van de camping afgefietst. He? Richting Oudega, hè? Het is Oudega toch, of niet? Oudega, ja. Oudega bij Heeg, precies. Ja, Oudega bij Heeg is dit. Dus daar zijn we even heen gefietst en we komen midden in een optocht terecht. Er komt nog wat aan. Nou, het is hier gezellig druk. Nou, even een randje over de baars hoeken. En er staat hier ook een bommetje vol. Van Mieke, daar rechts ook aan het water komen. Hier aan de beach. Oh, hier alles west aan. Ja. Die kunnen naar rechts, hoor. Nee, ga je naar het water? Ja, dan ga je naar de heet, ja, de haven. Oké. Okay. Zo, dat was even camping De Baarshoeken. Even een snel rondje eroverheen. Het zag er allemaal leuk uit. Ik denk wat kleine plekjes, maar... Ja, het is ook mooi aan het Hegemeer, dus... prima plekje, denk ik. Er kwam nog even een camper voorbij, een suizen. Nou ja, moeders en ik zijn nog lekker een rondje aan het fietsen door het Friese landschap. Het is trouwens heerlijk weer, dus ik denk nog wel een graad of 25, dus... Ik kan er nog prima fietsen. We fietsen zo van camping naar camping. En hier voor ons camping het Klokhuis. Nee. Goed door. Ja, ja. Ja, dan heet het camping door aanstreeks. Ook leuk hier. Klein campingje, niet heel groot. Daar is nog een aantal plekken. Maar hier aan het water vind ik het altijd mooist, denk ik. Hier aan de waterkant. Haven erbij. Ja. Nou, dat was camping Het Klokhuis. Wij hebben deze al eens een keer bekeken op een winterdag. Zijn we hier naartoe gereden om te kijken hoe het eruit zag. Maar we hebben daar ook nog nooit gestaan. Misschien gaat het nog een keer gebeuren. Camping Gouden Plakje. Oftewel Gouden Plekje. Nou, dat ziet er hier ook wel mooi uit. Wel helemaal in de uithoek. Kinderen zwemmen allemaal nog mooi in het water. Zwemmen nu sowieso in het water. Nou, dat ziet er mooi uit hoor. Nou, je kan hier met de pont over. En dan kan je de fietsroute vervolgen. Maar goed, hij is tot 8 uur. Die zit nu dicht. En dan fiets je zo naar Workum, hoor ik net. Mooie sloepjes hier. Klaar, er zal wat niet koud zijn. En daar komt er nog een aan zwemmen. Oh, dat was een behoorlijk rondje fietsen. 25 kilometer rondgefietst door het Friese landschap. Wat campingjes bekeken. En nu zijn we inmiddels weer terug bij, ja, bij onze camping. Camping Poelzicht. En daar fietsen we nu op. Kan die? Die fiets hier zo het boerennerf op.
Nee. Goed idee. Ja, dat wordt wel langs. Hallo. 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 Nou, daar zitten ze heerlijk te vissen. Is het jouw hengel of mijne? Dat is mijn hengel. Dat maakt niet uit hoor. Nog even niet. 22 kilometer. 24,5. Heerlijk. Waar ben je maar geweest dan? Helemaal omgefietst. Ook rond Hegemeer. Allemaal campings bekijken. Ik heb wel campingjes gefietst. Er zitten wel pareltjes bij hoor. Ook rond de Vluizen en zo. Nee. Nee. Opa even in de snotten bellen. Oh, mis. Wegsnop. Drof. Nou, wij blij. Goedemorgen. Deze fantastische zaterdagmorgen. Prachtig weer. Zo. Daan die hooi korst te vrolijk of los. We zitten nog lekker in de schaduw. Het is nu al warm, hè? Oh, dat is het wel. Ja, hè? Mijn stem moet juist even op gang komen. Ja, een beetje slecht geslapen? Ja, heel slecht. Dus je slaapt altijd slecht. Ja. Ik moest heel erg hoesten vannacht. Ja. Maar de corona waant erom dus. Niels is de hooikorst blij aan het opereren. Moet je wegslikken? Nee, moet je snappen met. Net een pepermuntje. Hebben wij nog gel mee? Ja, ze is alleen maar in toilettas. Heb ik ook alleen maar in toilettas. Moet je nog mooi worden vandaag? Nee, maar het haar hangt in mijn ogen. Oh, oké. En dat is vervelend. Nou, we gaan maar aan het ontbijtje beginnen. Yes, toch? Gaan we doen. Ja. Nou, het is nog steeds prachtig mooi weer op deze zaterdag. Het is bloedje warm. Ik heb het hoedje op. Daan en oma zijn even op de fiets naar Heeg een boodschapje doen. Niels die zit in de brandende zon te vissen. Ik wil even bij Niels kijken. Of hij wat kan vangen. Harabette, hoor ik. Daar loopt opa achter in beeld. Hier op de camping is het bijna windstil als je daar zit, maar kom je aan het water dan is er een heerlijk windje. Ik zal eens even een beetje een zwaai maken, hebben jullie een beetje een indruk. Hier zit je toch heerlijk aan het water. En daar zit onze grote vriend te vissen. Hij heeft dit keer voor de winkelpikker gekozen. En ik gooi hem erin. Ja? Oh, hij had al beet. Daar heeft hij het bootje liggen. Is hij vanochtend al mee weg geweest? Nou, kijk dat uitzicht, mensen. Fantastisch. Ja, de laatste tijd niet heel veel met de caravan weg geweest. Wel veel technische dingen gedaan. Komt uiteraard allemaal nog wel voorbij op ons kanaal. Maar goed, de tijd ontbreekt het een beetje om aan het editen, maar er gaat heel veel werk in zitten. We zijn druk op het werk, dus ja, het komt allemaal wel. En ik ben blij dat we nu dan ook weer een weekendje weg zijn, zeg maar. Het is echt heerlijk dus. Alleen luifeltje uit. En dat is gewoon fantastisch. En dit plekje, ja, hè. Kijk maar eens achter mij. Het is hier gewoon een punica oase. Heerlijk.
Ja, dat is ons plekje. Eigenlijk mag de auto er niet bij staan, maar het is niet zo heel druk, dus hij doet er niet zo heel moeilijk over. Want ik gebruik hem uiteraard als opslag. Ik heb er de koelkast dan ook in staan. Die draait weliswaar op de omvormer. En ik hoor de omvormer al joelen. Want hij staat eigenlijk gewoon doorgelust aan de 220 en de accu wordt bijgeladen 14,6 volt. Dus nou ja, het drinken staat hierin en de visspullen. Dus ik vind het altijd wel makkelijk als de auto erbij is. Daar geniet er een van aardbeien. Mm-hmm. Lekker koud uit de koelkast. Ja. Nou, en dan hier heb je nog een watertappunt. Die is mooi dichtbij. Ze vonden het nodig om vanmorgen even met de schelte weer te komen van het toiletgebouw. Dus zoals ik al zei, hier een watertappunt. Met vers water. Nou, en hier nog een keer ons plekje. Volgens mij mag ik officieel wel verder naar voren toe. Dus dit zijn hele grote plekken. Maar goed, voor een weekendje gaat dat prima. Fijn hè, dat er eindelijk iets een briesje komt. Ja, een beetje wind. Ja, is wel lekker. Ik heb de middenstandaard er ook een keer onder gemaakt. Is het nodig? Ja, nee. Staat hij in de weg? Ja, soms wel. Ja. Ja, dat wel. Maar goed, het is gewoon even om alles te proberen. Eigenlijk moet ik daar nog een voetje bij hebben van Peggypack. Zie je dan, want ik heb hem nou met gewone schroefharingen vastgezet. Kun je vast even een stuk kopen natuurlijk. Nee, dan moet er een setje bij, denk ik. Maar moet maar eens een keer kijken. Voor de rest staat hij daar wel vast met ankerplaat. En stormlijnen eraan. Hallo. 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 Nou Daan, wat gaat er gebeuren? Gewoon eibaar. Eén keer aanpakken dan. We gaan even de tafel verzetten zodat we weer wat in de schaduw kunnen zitten. Nee, niks meer aan doen. Ik heb ook nog maar een ventilator opgehangen. God, die heeft die ook nog. Ja, zeker. Ja, hoe werkt het dan? Staat de gaspoort al op? De gaspoort, maar die moet daar niet meer, dat is een slangklem. Ik heb hem daar aan de caravan al open gedaan. En dan doe je deze open, druk je in. Zo, en dan doe je die. Kijk, en dat doet al. Ja, vlammen kan je niet zien. Bijna niet zien. Die zie je daar bijna niet. Nou, dan gaat de broodjeservice. Komt het toch niet, afhalen? Ja, dat doet wel. Doei, doei. Nou dan. Lekker broodje ei. Is de macaroni lekker? Heerlijk. Ja? Yes. Ik had me niet voorstellen. Ja, maar dat is het wel. Maar je weigert om te proeven. Nee, dat is niet waar. Voor de rest nog steeds fantastisch weer. Hè? Dat gaat onverminderd door. Het is eigenlijk alweer te warm. Vorige week verzopen we bijna en nu is het weer te warm. Het is niet gauw goed. Mama, het is beter dan regen. Mm-hmm. Zeker. Ik hoe blijft deze daar. Improviseren op de camping. Ik had een windscherm gekocht bij de Kedak. Alleen deze aansluiting zit aan de zijkant en niet aan de achterkant. Dus daar moesten we er even wat uitknippen. En dat is gelukt. We gebruiken de moker even als aanbeeld. Het is wat improviseren dus. Met tangen, scharen en wat ijzerzaagjes. Maar het lukt wel. Dan gaan we hem even plat slaan.
Nou, hopla dan. Hartstikke mooi. Op de tenen. Nou, perfect man. Kijk, gaat pas mooi. Niet dan. Dat was weer een video van Kerf en Kamperen. Leuk dat jullie keken. In de volgende vlog het vervolg van ons weekendje in Heeg. Ja, de laatste 2 weken waren een beetje rustig vanaf onze kant. We zijn ontzettend druk geweest met allerlei dingetjes. En soms heb je ook gewoon even geen tijd. Ik film dit op dit moment met mijn telefoon, want Hans heeft alle camera's mee. Die is samen met de jongens naar het Truckstadfestival in Assen. Ik kreeg al allerlei foto's en filmpjes en ze hebben heel veel plezier en hartstikke leuk. Gaan jullie vast allemaal nog zien. Nou, we hebben de laatste weken weer heel veel abonnees erbij gekregen. Dat vinden we echt super tof. Dankjewel. Ook reacties, duimpjes vinden we echt heel erg leuk. Ben je nog geen abonnee? Klik het even aan en je mist niks meer van ons. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken en we zien jullie vast de volgende keer weer. Doei doei!